Na een lange zoektocht naar het leukste snuitje van Nederland is nu het moment daar. Na een selectie van maar liefst 1200 aanmeldingen hebben wij een winnaar gevonden. Op het moment dat ik de foto zag, verzon ik meteen een verhaal erachter. En hij is echt onverwoestbaar. Hij is geweldig. Het is een topper. Nou, bij Prins hebben we bij het kiezen van de winnaar vooral gelet op het welzijn van het huisdier. Dus de gezondheid van de hond en de kat. En of bijvoorbeeld stresssignalen aanwezig zijn. Nou, ik heb Tommy en Tommy is een kat. Eigenlijk een poes, een meisje. En ik vind het heel leuk om haar op de foto te zetten omdat ze loenst. Nou, eigenlijk is het dus best wel scheel. En dat vind ik erg grappig. Op elke foto vind ik dat leuk. Om een hond of kat mooi te laten zitten, dan moet je een paar trucjes uithalen. Je moet één ding zeker weten. Iets wat hij lekker vindt, daar verlangt hij naar. Nou, als hond of kat ben je een echte prinsambassadeur als je iets eigens hebt. Daarnaast is Prins een producent van 100% natuurlijke hond- en kattenvoeding. Dus voor ons is het ook goed om een beetje een natuurlijke uitstraling te hebben. En de winnaar is... Sientje! Gefeliciteerd! En de winnaar is... Poes Fleur! Gefeliciteerd! Nou ja, ik vind het onvoorstelbaar dat mijn hondje het leukste snuitje van Nederland is geworden. Het is echt heel gaaf dat Fleur gewoon af het leukste snuitje van Nederland. Ik denk dat wij onderweg de winst gaan vieren door even lekker ergens wat te gaan eten. En thuis krijgt zij natuurlijk een extra lekker maaltje. Hé? Huh?